Ah, goeiedag iedereen. Ik ga weer een keer iets maken. Ik moet voor iemand een gedeelte van een scharnier maken. Zo, voilà. Ik moet mijn ijzer slijpen. Hè. Ik moet er een stukje af doen. Dat komen we ook niet al daar tegen. Hè. Van de eerste keer juist. Leggen aan. Hoe scherpjes op. Want dat maakt veel lawaai. Hè. Dat zijn ze. Enfin, ja. Zo. Maar voor wie maak je die filmpjes? Of waarom maak je die filmpjes? Oh, ik maak die... Hoe moet ik dat gaan uitleggen? Oh, ik vind dat gewoon plezant om die te maken. Te editeren. En... Batterij op, hè? Want ik ga hem moeten afzetten. Echt waar, hè? Ik ben hier aan het babbelen, maar dat wil echt niet duren zo, hè? Want zij is mijn batterijplan. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb dat stuk eraf gezaagd. Ga ik daar doen, daar gaan 3 gaatjes ingeboord worden. Hier moet een gat in komen van 10. Dan moet dat afgestoken worden op 10 mm. En dan gaat dat hier aan de zijkant vastkomen. Zie je dat al gebeuren? Ik ook nog niet. Als je goed ziet, daar is Braam aan. Je kunt de lelijk aan snijden en dat is ook niet schoon. Als je dat hebt, dus. Dat is de startknop. En dan begint hij te draaien. Goed, hè? En dat is dan proper afgebraamd en dan kunnen we weer verder werken. Aftekenen op 15 centimeter van de kant. Van hier naar daar, van daar naar hier. En hier in het midden ook nog een gaatje in. Ja, mijn brilje maar afzetten, want dat heb ik daar niet voor nodig. En dat aftekenen. Ik heb daar een meter voor. Want dan moet op. 15 mm, denk je dat? 15 mm. En dat is een gereedschap, gelijk de schrijverken zo. Gaan we dat op 15 mm zetten. Waar is de 15 mm? Ah, hier zo. Al 2 cm beter. Dat is beter, hè? Zo. Dat is 15 mm. Dat is zoals een kruishout. Ik heb ook een filmpje van op YouTube. Ik heb zo'n kruishout gemaakt met 2 verschuifbare krasnaaltjes. Ja, wat ik het nu ga doen, zet dat daarop. Teken dat af. Ik heb vooral spullen voor derden? Nee, want bijvoorbeeld dat puntlasapparaat, dat is speciaal iets voor mij. Ja, ja. Maar veel maak ik eigenlijk voor de mensen, ja. Je gooit ook niks weg, hè? Stofgevallen. Je kunt alles gebruiken, maar... Ja, je vertelt mij aan de telefoon, Peter, dat jij eigenlijk alles bijhoudt en iets dat kapot is... Dat kan. Kun je daar iets over vertellen? Oh ja. Doe maar ondertussen verder. Nou ah, ja, wel... Ja, ik hou alles bij. En ondertussen heb ik een keer toch wel slecht afgetekend, hè? En 3 en 2 is 15 en ik had dat hier toch maar op 18 onder de millimeter. Enfin, stek nu nou. Wat was de vraag hier? Jij gooit niks weg, hè? Ah, nee, ik gooi niks weg. Nee, absoluut niet. Oké, voilà. Dan maak ik het nog in 2 verdelen. 10 in 2. Dat is 5 zeker, hè. Zo.
Ja, soms zit ik ook tegen iemand anders te praten. Hoe komt het? Omdat ze hier komen filmen. Ja, ze zijn nu bezig aan het filmen. Ik mag dat toch wel zeggen, hè. Ik mag dat toch zeggen, hè. Ik mag dat zeggen voor mij. Zo, voilà. Wat gaan we nu doen? Want we moeten daar gaten in boren en zomaar beginnen gaten te boren, dat gaat niet. Je moet daar eerst een puntje in slaan. En dat is met een centerpunt. Zie je dat? Dat is een hele scherpe botte punt. Maar die is wel scherp. Zie je Jeroen Meus van de metaalbewerker? Wat er nu gemakkelijk is aan zo'n dik stuk, dat kun je zo inspannen. Nou, natuurlijk is dat niet zo gemakkelijk om dat zo te doen, hè? En kom aan, een beetje gelijk zo. Goed. Sneeuwolie. Dat mogen we dus niet doen, hè, dat is blazen. Je kunt het niet ogen blazen. Veiligheid voor alles? Sorry? Veiligheid voor alles? Veiligheid voor alles, hè. Ja, altijd zo'n veiligheidsbril dragen. Dan is het te laat, hè, Peter? Te laat. Ja, ik kan niet anders meer, hè. We zijn aan het filmen. Zo, kijk, nu hebben we drie gaten. Dan zien we aan de andere kant, zie je dat daar zo wat frisje laan is. Dat is ook niet goed, hè. Dan pakken we daar een iets grotere boor voor. Dan gaan we daar een keer met een boor in. Hop, dat dat een beetje proper is. Ik heb er ook een ruimer voor. Zo. Dat is iets proper. Peter, maar als je haar gebruikt. Ah, microblaas, sorry. Simpel hoor. Je hebt gewoon alle materialen hier. Ja, ik heb een klem over een vast. Dat zouden we nog even kunnen maken, zeg je. Het vijfertje is wel, ik heb het gefixt. Goed. De gaatjes, zie je? Je ziet dat kringske daar rond, dat wil zeggen dat dat ontbraamd is. Wat moet ik nu doen? Want hier moet dat cilinderke tegenkomen. Dus moet ik dat proper maken, want ik moet dat achterna gaan lassen. Begrepen? Ja. Allee, dat is goed. Kom maar mee. Ups. Oei, mijn batterijken is al af. Proper genoeg, hè. Moet dat goed in doorhouden. Ja, mijn batterij was er juist half. Als je terugvoelt. Spooky. Oké. Wat gaan we nu doen? Dat is een goede vraag. Ah ja, nee. Ja, oké. Ik moet naar de draaibank. Dat is hiernaast. Zo. Dat is mijn metaaldraaibankje. Maar een kleintje. Ik heb geen grote nodig, want daar had ik een beetje te weinig plaats voor. Maar dat kost ook veel, hè. Oh, dat kost een heel pak meer dan deze. Dat was een heel lang stuk. Nu is dat een heel kort stuk. Dan het eerst inspannen.
Heb je daar nog een camera staan? Ja, normaal werk ik met twee camera's, maar het is wel moeilijk. Want ik kan nu, ik moet dat hele allemaal zetten. Omdat jullie hier zijn, heb ik dan maar. Het is een 14. Zo. Ja, het is een beetje een bed. Iedereen loopt hier in mijn weg. En dan nog die ganzen. En die ganzen. Dat is helemaal. Zeg, moeten we daar nu geen close-ups van nemen? Dat mensen heel goed zien hoe het allemaal... Normaal gezien wel, ja. Maar... Ja, omdat jullie hier zijn, ga ik het mijn eigen wat gemakkelijk maken. Het is onze fout. Nee, absoluut niet. Maar het is om... Het geeft dat dus nog meer rompslomp, hè. Zo moet dat dan niet. Wat ik nu kan doen, hè, als ik mijn filmpje ga monteren, wat is dat nog eens een keer doen. En dan kunnen jullie dat wel zien. Oei, de batterij is bijna plat. Hè. Ja. Dus eerst gaan we een gaatje boren, maar dat gaan we daar niet mee doen. Dat gaan we in het center boren. Ik heb die boor ingesponnen. Zo, dat is maar gewoon een start. Om te beginnen. Nou ja, met een start beginnen. Ik heb in dat plaatje heb ik nu ook weer olie bij. Kijk, dat is de olie. Weet je wat dat is? Dat is eigenlijk een ontsmettingspotje voor een dokter. En dat is nog van een dokter die mij eens een keer komen verzorgen is als ik een accident had. Een been gebroken en zo alles. En de draadjes moesten eruit. Dat moest ontsmet worden en die had dat potje laten staan bij ons. Dat is toch goed dat hij dat gedaan heeft, hè? Want voor mij is dat gemakkelijk. Hopla, spruit. Allee, ja, oké. Okay. Zou de dokter naar uw YouTube-kanaal kijken? Ik weet niet of hij nog leeft. Ja, ik weet niet of hij nog leeft. Dat is een hele goeie. Een dokter die noemde William. Daar ben ik content mee. Ken ik niet zo. Zo, dat staat op mijn camera. Dus deze, dan moet hier nu tegenkomen. Zo, goed. Een klem voor mijn stuk vast te houden. Voilà. Dat hangt vast, amai. Ik ben aan het bibberen van de kou. Dat zegt ze, hè. Ik mag dan niet te veel doen of mijn tanden gewoon. Verwerk is goed. Dus dat ga ik vasthouden met een handschoen. En dan gaan we dat vastlassen. Flessen open. Goed. Wasapparaat aan. Ook goed. Dat we niet mogen vergeten. Dat is de aarding te gebruiken. Hè. Anders doet dat niet veel. Goed. Ik heb daar een kap voor. Want dat is heel slecht voor de ogen. Je weet dat je kunt daar losse ogen van krijgen. En dan heb je een hele nacht zand in je ogen. En je ziet allemaal van die spikkeltjes. En dat is... Je kunt niet van slapen. Dus ik wil wel slapen. En ik wil ook mijn handen niet verwillen. Dan ga ik toch maar een handschoen aan doen. Dat is lekker warm. Zo, dan kan ik dat zo vasthouden. Dan ga ik hier lassen. Tangle. Ja, ik denk dat het moet.
Oké. Okay. Dan aan de andere kant van het zaadje doen. Dat gaan we nog een keer doen. Dat is wat beter. Dat is goed. Dan willen we nog bijslijpen, hè, want dat moet proper zijn. Allee, bijslijpen kun je niet. Afslijpen wel. Ik ga toch mijn handschoentje aanhouden. Maar zeker mijn brilletje aan doen. Veiligheid voor alles. Veiligheid voor alles, hè. Ja, ja, absoluut. Je hebt toch niet gekeken als ik aan het plassen was, hè? Nee, dat is goed. Wat is het dan? Dat komt tegen de deur, over het scharnier, en dan kan de deur weer draaien. Van links naar rechts. Maar niet van boven naar onder. Dat is het resultaat. Nee. Meer is dat niet, hè. Heb je dan 2 uur aan bezig gezeten? Ja, voor zoiets klein. En dat noemt zich dan een steelman, hè. Maar dat is met filmen erbij, hè. Speciaal om het dan nu te laten zien. Dus zo. Het is vast, het zal er meer loskomen in de loop van de jaren. Ik hoop het niet. Hè. Zo, dat was het dan. En? Content? Ik ben content, want ik vind dat hier wel plezant. Dat is al de 2e keer dat ze komen filmen zijn. Oh nee, de 3e keer. Ja, ja, ja. Dat zie je ook op mijn YouTube-kanaal. Goed, allee, tot de volgende. En braaf zijn, hè. Ook.